Kapitein Gilly Huur van Pokigrong is niet te spreken over de beschuldigingen die aan zijn adres geuit zijn. Dit gebeurde op een gemeenschapsvergadering die op 26 december is gehouden. Volgens de andere kapiteins, Stanley Jonathan en Danny Jeru, zou huurgelden die gestort zijn op de rekening van het dorpsbestuur zonder medeweten van hen zijn gelicht. Ze hebben inmiddels ook aangifte tegen hem gedaan. De beschuldigde kapitein zegt in eerste instantie er problemen mee te hebben gehad dat de vergadering op tweede kerstdag een zeer christelijke dag is gehouden. Als christen, dat je nu kan ook takje hoor vergadering. En mijn naam of de kapitein, bij mij nog kiezen omdat mijn saptakte een vergadering voor in het dorp traditioneel gezegd. Dat we komen kan dat eerst voor taki sang wo taki. En aan de tweede kerstdag, want tweede kerstdag, de wan bigi feest day voor uno christen. Dus te yo wan verkade dan pas januari, dat we hoor jari kurutu. Ja, en dan pas we verkader onderling, tak na disi wo taki voor hoe fawo chara adorpu in een nieuw jari. Dus na de santa so de psama. Afrikaanse sahori, if you look at the man same sita pa podium dape, na soso de yeru, di nooit i yesi de ons de man na dorpu Pokigrong. Nanga masra yo na tan Stanley, dat mette i eerlijk, ik ben teleurgesteld, nanga yo na tan Stanley. Kapitein Huur legt uit dat de problemen rond het gemeenschapsbos al jaren spelen. In documenten staat er namelijk dat er duizenden US dollars aan het gemeenschapsbos verdiend zijn. Echter is er in de werkelijkheid geen cent hiervan te vinden. Volgens hem is juist hij met het voorstel gekomen dat er een rekening geopend moet worden door het dorpsbestuur waarop de inkomsten verkregen uit het gemeenschapsbos gestort moeten worden. Huur wijst erop dat de familie Jeru nooit aan de opbouw van Pokigrong heeft gewerkt. Alleen het gemeenschapsbos en de inkomsten daaruit verkregen interesseerde hen. 26-5-2015 op een bankrekening voor 907 SAD. Dan ga ik erin kijken hier. En ik had 100 US dollar. Weet je? Je leest toch? Dat doe op een bankrekening. Dat bij de end of alle drie, want uno bat tenf go suku alla sani. Dus nanga bedoelen dat baka dat die daar was zitten kon. Na let dat PPO's doen, Mr. Paulus, a secretaris Stevens, uno penningmeester, bel me. Dat u zet wat dame dat pe koning kon teki 7000 SAD. Toen mijn actie de man dat hoe kan dat dat ja dame dat actie voor door aher door pas in contact de man ja maar pas ik dat maar if we have 15 dus een nummer voor aher kan mis ga pas op bieding fa you can go die CB dus een na door pu maar goed amandi a adam amoni later kom blijk uit taki aan na door pu na adam en dan de man het was zitten ja en dan Ulibamoni, Saustot, precies een week dat meester Paulus bel me bakata, kapitein Jeru, belling voor Lenny 1800 SAD. Toen meteen dat meester Paulus, mogelijk die poramoni dat ben ik in bank. Kapitein Huur benadrukt dat hij geen vijandschap heeft met niemand in het dorp. Waar het bij hem om gaat, is dat de gelden die bestemd zijn voor de ontwikkeling van het dorp ook daarvoor gebruikt moeten worden. Hij benadrukt dat het beheer van het gemeenschapsbos bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling zal blijven, omdat zo de gelden beter beheerd kunnen worden.